Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe weekvlog. We gaan naar het centrum van Brunsum. We gaan even naar de HEMA, we moeten wat beddengoed halen. Ik heb billen, schudden met die billen. En gaat dat? Ja. Lea, gaat het zo? Dan gaan we kijken hoe sterk mama nog is. We hebben al lang niet meer gewandeld met dat dingje. Deze twee poppetjes moet ik nog neerzetten. Deze racebaan is vet, hè? Mama. Ja, vind ik wel. Cadeautjes voor Lea? Ja. Cadeautjes voor Lea? Ja, en die doen? Ja, poetsen. Poetsen? Mm-hmm. Doet je vrouw dat niet? Mijn vrouw die altijd die schuift het zo lang voor zich uit, dat het zo hardnekkig is, dat een man dat moet doen. Dus hier stem met dat dicht. En mijn man die trapt er iedere keer weer in. Dus die laat het zo hard aan, dat het gewoon niet meer eraf te krijgen is. En dan moet je er zo hard op schrobben. Ja, en dan laat het ook een beetje gebeuren. Nou ja, dan ga ik maar koken. Sunday morning. Mag? Ja? Onze grote man is een beetje ziek. Hij schat? Hij heeft koorts. Maar een ijsje helpt altijd, hè jongen. Lekker ding. En papa is even met Lea naar de kerk. Mama. Ja? Een kusje. Dat is echt passie. Kus me. Nikki en Lea, mogen we met eten spelen? Nee. Sorry. Hallo, het is maandagochtend. De status is dat Nikki waarschijnlijk de mondhandvoetziekte nou ook heeft. Hij is niet helemaal lekker. Het is wel redelijk geslapen, een paar keer wakker. En vanochtend heeft hij nog een uurtje bij ons in bed gelegen. Hij heeft nog koorts, dus even een dagje weer lekker thuis. En Lea, wat ben jij aan het doen? Laptop. Op zijn laptop, hè? Kijk! Ja, en dit blijft maar even liggen. En dan ga ik maar eens hier aan beginnen. Ik kan het heel goed, mama. Ja, je kan het heel goed, schat. Stel, het is 9:30. Je zoontje is ziek en heeft koorts. Krentenbol heeft hij twee hapjes van gehad. Op aandringen van zijn moeder proeft hij wat fruit en banaan, maar hij zegt ja, dat smaakt anders dan anders. En hij wil dan een ijs hebben. Wat doen jullie dan?
Smaakt het? Deze is makkelijker hetzelfde. Ja? Ja. Die smaakt lekker hetzelfde als wanneer je niet ziek bent. Ja. Ja, en zij dus ook. Tadaan. Keukenkastjes en keukenlaars. Hoe vaak doen jullie dat? Hetzelfde op bedden goed verschonen. Hoe vaak doe je dat? Ik denk dat ik het niet vaak genoeg doe. Laat me eens weten hoe vaak jullie dat doen. Wat is zo de standaard? Goed, ik duik hier al even in. Dit is de rommel. Maar ik heb die al flink uitgemest. Dus eigenlijk alleen maar dingen die je ook echt wel gebruikt. Bestekla, even schoonmaken. Hier is geen la. Hier was ook geen la. Hier hebben we zo'n... Wat is dat? Karton. Geverfd in de kleuren. Want ik heb die keuken, die hebben we... Die was van begin af aan hierin. En ja, dat is nog de oude bestaande keuken dus. En die hebben we wel wat gepimpt. Ik heb die geverfd en deze knopjes erop gezet. En natuurlijk moet er op een gegeven moment eens een nieuwe komen. Althans, nu ik me dit wil zeggen, denk ik, ja, moet. Het werkt prima. Er is alleen geen plaats voor een vaatwasser. En die staat dan hier. In onze washokkie. Beetje vervelend soms dat heen en weer, maar... Ja, ik ben blij dat we er een hebben. En ja, ik ben eigenlijk nog wel best blij met deze keuken. Dus, let's do this! Yeah, baby. Ook hier geldt weer. Oud. Zien we kijken of alles nog houdbaar is. Yes. Nou, deze nog. Kijk, en hier is altijd van het la openmaken. Schaapt altijd wat hout af en dat lijkt dan stof, maar ja, het is gewoon lekker zaagsel. Heerlijk in je keukenkast. The last one. Mocht je je afvragen waarom ik zoveel afwasborstels heb, ik doe ze een paar keer per week in de vaatwasser en dan heb ik een paar reserve. Lea slaapt, dus ik ga nu even chillen, even een snack en ga even bij Nikki zitten en kijken of ik een boekje kan lezen. Onze vriend had niet zoveel honger vandaag en nu had hij zin in? Pizza. En welke? Olé. We zeggen altijd pizza olé, maar eigenlijk is het Hawaii. Dus papa heeft voor de kindjes een pizza gehaald. Maakt er nog wat rauwkost bij. En vegetarische hamburgers en krioeltjes voor papa en mama. Lukt het? Maar in de mond. Zo jongens. Klop, klop. Mag ik binnenkomen? Ja. Mag ik een rondleiding? Een roomtour? Kijk eens hoe gezellig het hier is. Oh. Ja. Wat hebben jullie allemaal in jullie huis? Een tent? Een eten, klinken. Ja. Wat gezellig, jongens. Zo, een lampje. En een raampje. En lampjes. En lampjes. En voor de kijker. En eieren. En boekjes. Super gezellig, jongens. Vandaag is het dinsdag. Nikki voelt zich gelukkig beter. Hij heeft een goede nachtrust gehad.
En ik neem hem nu gezellig mee, zeg je? Check. Check. En we gaan naar de IKEA. We gaan even kijken of we daar iets kunnen eten ofzo. Kijk eens. Je ziet me niet, hè? Nee. We hebben een pizzeria gemaakt. Lekkere pizza's hier. Hier kleine stukjes en hier nog een stukje. En daar is de pizza scooter. De chauffeur. En nu gaan we voor de kapper, hè? Ja, even doen we dat opruimen. Oh ja, dat is goed. En daarachter zit een hoopje wat zich niet zo lekker voelt. Het is woensdagochtend en de kids zijn thuis. Lea is niet lekker. Nou ja, verkouden, koortsig. Mama, deze komt zo. En ze heeft net een peertje op, dus ze is weer een klein beetje opbloeien. Ja, schat. En we gingen even de trein bouwen, hè? Niet zo klein, hè? Nee, een hele grote, toch? Kijk. Oh, dan komt hij naar mij toe. Ik wil ook bouwen. Ja, je mag ook bouwen. Oh-oh. Terwijl de kids even kleuren en luisteren naar kleuterliedjes, ga ik even de lampen schoonmaken. Kijk, als je toch de hele week binnen zit, dan kun je net zo goed gewoon al die rotklusjes doen. Nou, beginnen we hier. Ja, ik moet jullie even aan de kant leggen. Wacht zo. Op de koelkast. Lea even lekker slaapt en Nicky met de trein aan het spelen is, wil ik even een receptje uitzoeken om wat muffins of iets dergelijks te bakken. Ondertussen is Lea wakker geworden, huilend. Ik denk dat ze van het gemix wakker geworden is. Heel goed. Netjes. Benieuwd. Ik ga pas zo'n video. Tot zo. Is die lekker? Ja. Een hartje. Een hartje? Ja. Waar moet die? Dat. Waar moet die nou? Dat past niet. Nee? Het is donderdag. En we zijn nog thuis. Ja, ik dacht gaan we lekker knutselen, maar ja, ze vond ze gewoon echt niet lekker. Dus het wordt weer een dagje op mama plakken. En nou ja, vanmiddag in de namiddag als Maarten thuis komt, dan zorg ik dat ik er even uit kan. Want een hele week binnen met de kids is prima. Maar dan is het toch ook wel fijn als je weer eventjes eruit mag. Dit is het hartje waar Lea mee begonnen was. En Nicky, wat ging jij maken? Een brief voor oma. Een brief voor oma. Nou mensen, dit was ons ziekenboegweekje. Ik hoop dat het morgen allemaal weer wat beter gaat. Ik heb vandaag nog een heerlijk uitje gehad. Maaike was even hier, mijn schoonzusje, waardoor ik even heerlijk naar de Lidl kon om boodschappen te doen. Soms voelt dat zelfs als een uitje voor een mama. Maar goed, dat heb je er allemaal voor over, voor die schatjes. Dus ja, ik hoop dat ze morgen weer beter zijn. Ik sluit bij deze de vlog af en ik wens jullie heel veel gezondheid. En wellicht tot de volgende vlog.